Mooi mensen, waar is hier? En welkom op de OGF USA map versie 3. Ik ga het toch nog eens een keer proberen. Ja, jullie hebben het eerste niet gezien natuurlijk, maar die heb ik gewoon rechtstreeks verwijderd. We gaan het nog eens een keer proberen. De map hier, vliegbasis, velden, veldje 1. Kan ik, oh, door deze te laten. Veldje 1 is van ons. Nou, beginnen materiaal, twee trekkertjes, de fast track, combine, voor maaier, voer, karretjes en een ploeg. Dat is een mod. En de rest is allemaal nog standaard en zit erop. Hier staat de ploeg. Ik heb deze ploeg opgehaald voor de fast track. En hij kwam hier bij de winkel. Volgens mij had ik hem daar beter weg kunnen halen. Maar ik denk ik ga resetten. Even kijken of hij hier op de boerderij terecht komt. Maar hij komt dus daar terecht. Ja. Dus die moeten we eerst eens even ophalen. Ik moet even kijken hoe ik hier daar vanaf hier daar kom. Kan ik niet gewoon tussendoor bij de koeien langs? Oh, kat. Ja, ik wil de standaardploeg die erin staat, dat is een. Een beetje een lastige voor mij. Als je de helper erin zet, dan laat die continu een stukje staan. Dus ja, dat is, vind ik niet leuk. Vind ik niet goed. Daar heb ik de jumpers voor. Dat zijn rechte ploegen. Doen het voor mij het beste. De andere racer zit hier ergens erin. En daar staat mijn ploeg. Goed zo. Ja, een heleboel mensen vinden deze niks aan, want hij heeft weinig bodemvrijheid. En dan moet je gewoon een goede trekker ophalen. Ik vind die Dutch 9 serie, die heeft het meeste bodemvrijheid. Richt je ervoor op. Dat werkt dan het beste. Goed, veldje 1. Daar. We zullen hem eerst even helpen. Ik heb er ook al cent op staan, ja ik weet het. Ik weet ook dat deze al klaar is, maar hij is nog niet geploegd. Ik kan hem eigenlijk direct inzaaien, maar ja, hij is nog niet geploegd. Ze willen hem eerst geploegd hebben. Ja, die rol die zit erachter, waarom weet ik eigenlijk niet. Heel jammer, hij had er niet achter hoeven. Want door de strepen komen er toch wel in te staan. Ik ga deze serie gewoon in een paar keer gewoon met klein materiaal beginnen. En we zien wel hoe ver we komen, hoe ver we gaan. Streepje. En aan de andere kant even bekijken of daar ook een streepje moet leggen. Wow.
van neer. Er zit een gleutje in, maar kijk, komt dat weg? Er zit een gleutje in als je gaat proeven. Nou, zo hoeft hij dus niet meer. Nou, dat hoef ik straks niet nog een keer zelf. Hij kan, als hij wil werken, kan straks gewoon rustig aan het werk. En alles wat ik erin ga zetten, dat zul je ook zien. Er zullen ook wat dingen die ik erin zet, die helemaal niet nodig zijn. Misschien kan erin zitten, dat weet ik niet. Ik spring ook net op de kaart. Dus ja, wat er precies allemaal te doen is, weet ik ook niet. Allemaal gaat, weet ik ook nog niet. Ik weet dat we ergens water kunnen halen. En ik weet dat ik niks op de kaart op de boerderij zelf kan plaatsen. Dat weet ik. Ja, er is een grindpad hierachter. En daar kunnen we wat op zetten en op een grasstukje. Maar op de boerderij zelf kunnen we geen waterslang neerzetten. Of hoge drukreiniger bedoel ik. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed. We kunnen het ergens neerzetten. Boompje in de weg. De jumpas die ik hierachter heb, die heb je ook in verschillende maten. 3 maten geloof ik. Ik heb niet zo'n hele grote trekker, dus ook niet zo'n heel groot ploegje. Deze is de 3,6 meter. Nou, voor nu is het groot genoeg, dacht ik. Toch? En hij kan het doen. Waarom niet? Wat ik nou heb gezien, dat is wat ik heb gezien van de kaart. Dat is precies wat jullie ook hebben gezien. Het ziet er wel leuk uit. Dag hoor. Ja, die rol die had niet echt goed. Dat is zonde. Oeh, daar komt vliegtuig weer aan. Wat gaat er nou net weg? Ja, er komt vliegtuig aan, dus ik ga onder de boom staan. Ik ben op een plek geweest waar de vliegtuigen nog dichterbij komen. En die komen. Hij gaat zakken, hij gaat landen. Waar het vliegtuig echt heel dichtbij komt. Oké, hier bij mij in de buurt komen ze ook heel dicht vlak over. Alle lege vliegtuigen, maar ja, ik ben er niet zo heel dol op. Ik ben er niet bang voor of zo, hoor. Maar ze zullen me wat laten vallen. Dat gebeurt nog wel regelmatig, hoor. Goed. Zaden. En wij gaan zaaien. Ja, dat wist ik dat deze geen veurlader had. Die andere veurlader. Kijk, alles staat nog netjes zoals het moet staan. We gaan eerst eens kijken waar we allemaal in de voorraad hebben. Daar heb ik helemaal nog niet gekeken.
Oké, er waren toch wel wat op voorraad. En voor de rest geeft hij. Oh, die ken ik nog niet. Voor de rest geeft hij niks aan. Oké. Nou, alle machines is vrij nieuw. Dat is mooi. Wij hebben wel wat geld, maar wij kunnen een beetje terugbetalen. 40, 30, 20. Nou, we betalen alles terug. Geen beest op voorraad, dat is mooi. Eieren, nul. Nou, dat is ook goed. We hebben voor de rest alles. Oh ja, we zijn natuurlijk bezig. 2, ik heb al 6 liter verbruikt. Oké. Nou, dat is aardig wat. Goed, zaden. Gelukkig zit hij zit er altijd erin. Oh. Oké. Hier zit dus niks in. Maar dat is heel jammer. Ik zag net een rekje ergens. Ja, al die lichtschakelaars, dat vind ik een beetje. Dat gaat ook wel minder gemogen. Maar goed, je kunt wel overal. Als je het licht in de stal aan doet en zo, dan gaat het tik-tik-tik-tik-tik. Dat is wel leuk. Fertilizer. Oef. $8.39 at $16.80. Zoek 500 liter. Nee, 700. Dit kost mij $8.82. Oké, dit is aardig duur. Dit is echt heel aardig duur. Dat gaan wij de volgende keer gewoon bij zelf maken. Want je kunt het ook hier zelf maken natuurlijk. Of wij gaan het per winkel ophalen. Dat lijkt mij, dit is aardig veel hoor. Het kost te heel zo. Dus ja, heb ik normaal ook geen, maakt mij normaal ook niks uit, maar. Ik heb nou toch iets, zoiets van even een keer, even een beetje we gaan hier even mee wachten. Goed, dan even kijken hoor. Ze hadden het over dat je mes kon kopen. Oh, gras, stra en silage. Oké. Okay. Nou, die bordjes heb ik nog niet eerder gezien, maar ja, dat zeg ik al. Nou, seed production, ketrijden, zaad, zaden gaan we erin en dan. En mist en wasser. Oké. Okay. Mooi. Water hebben wij ook nodig. Nou,
water gaan wij in de watertank doen. Watertank doen. Dat is mist. Goed, waar staat de watertank? De watertank. Ik heb de watertank gemist. Oh, dat is een klote maaier. Dat vind ik niks, die maaier. Dat is stront. We hebben geen watertank. Nee, die hebben we niet. Ja, gewoon de bak een beetje optillen, dan staat hij beter. Standaard is het, laat hij nog wel eens vallen. Hè? Hier langs, niet te ver, kom op. Oplet wat hij doet. Gas erop. Nou, we gaan de watertank ophalen. Een mooi stroompje weer hiernaast. Dat we geen water uit kunnen halen. Maar goed, het is versie 3, dus misschien al wel. Laten we hopen. Is de winkel? Mooie winkel. Daar staat ook iemand. Dat was mij veel te intiem. Dat gaan wij niet weer doen. Dat was. Ik ren het dwars door hem heen. Eens kijken, ja, dat is jammer, hè. Ik laat sporen na op het water. Ja. Dan moet ik wel water hebben natuurlijk. Oh, ik ben ook wat vergeten. Nou ja, dat zien we straks al. Er is ergens een watertrigger. Ik weet alleen nog niet precies waar. Dus ah ja, daar komen we zo een keer. En anders maar niet, hè. Als ik nou wist hoe dat ding eruit zag. Maar volgens mij weet je dat. Ja, ik wist het wel, maar dat ben ik weer vergeten natuurlijk. Nou goed, zo komen we de kaart rond.
Water en feeding. Ik denk dat het alleen maar een dumblok is. Ja, we kunnen hier daar niet. Wij gaan naar de houtzagerij. Dan. Ik denk dat ik daar wat over de kop heb gekeken de laatste keer. Ja, dat was ik een beetje zagrijniger. Ik kon niks neerzetten. Nou ja, ik kan er nog steeds niet. Ik had nergens water trekken. Ik had wat andere probleempjes. De trekkers stonden een beetje hoog. Ja, ik kan met een trekkertje veel, maar helemaal naar boven jumpen, dat kon ik dus niet. Dit is al heel mooi, die grote bordjes hier. Dat zijn leuke bordjes. En ik weet dat ergens. Nou, hier een half uur. En dan zeg je reed water in, maar dat werkt ook niet. Daar hebben we water. Hier hebben we water. Althans. Oh, kijk hier. Hier hebben we water. Dus daar moeten we heen. Wij moeten vanaf daar naar daar. Weer de weg terug. Langs het water. Dat had ik ook gelijk kunnen doen natuurlijk, hè? Ja. Ik had ook gewoon een beetje kunnen opletten. Dat wist ik ook. En er moet waarschijnlijk nog ergens een punt zijn, maar ja. Als ik op had gelet. Ik heb natuurlijk meerdere kaarten gespeeld en de spelers allemaal nog veel meer kaarten. Ja. Wat ik nog wel eens wil zeggen. Deze opnames zijn gemaakt met. Niet met gewoon de OBS-series, maar met Streamlabs OBS. En dan zou je denken, OBS. Nee, Streamlabs. Ik heb Streamlabs. En Streamlabs heeft ook boven in beeld OBS. En dan moet je even downloaden. En hoe dat allemaal precies werkt, dat zal ik van Nick een of andere Nick, die staat onder het beeld, of hieronder, onder het filmpje, daar staat een of andere naam van een of andere Nick, en die het filmpjes ook gemaakt over het OBS. Streamlabs OBS, die kun je zo even bij hem opzoeken. En dan kun je dus met je mooie smartphone, kijk, water, met je smartphone
hoef je niet meer over je toetsenbord met je muis, met je dinges te gaan opkloten, dus andere beeldschermen. Nee, gewoon met je telefoon of met je tablet of met wat dan ook voor iets. Je klikt hem aan, je kunt gewoon live gaan, livestreamen en alles. Gewoon remote control moet je dan even inschakelen. En dan kun je opnemen, je kunt filmpjes maken. Je kunt op alle formaten die jij op OBS ook hebt, kun je opnemen. Dus met MP4, ikzelf op FLV, LVV, VLF, nog iets. Dus ja, is wel leuk. Dus ik dacht gewoon gelijk hierheen, dus ik ga elke slaap met werk. Ja, dat is heel mooi. Daar ben ik heel blij mee. Nou gaan we er water in gooien. Oh, dat moet ik zeker aanzetten. Oh, wacht even. Ja, dit is een trucje. Oh, ik is langzaam lopen. Aan. Dan staat hij op Sarah. Werk. Daar gaan we eten. En nou staat hij hier wel. Ja, dat is wel leuk. Hij stond er dus in. Hij gaf geen uitlaatfunctie. En nou dus wel. Dan moeten we alleen straks nog nest. Zien te krijgen. Maar wat we eerst gaan doen, dan moet ik weer snel lopen. Over straat rennen. Ja. Deze B fast track. Droger voor de graandroger en weet ik wel allemaal. Als je dus wat wil plaatsen, hier kun je dus waar ik nou sta niks plaatsen. Hier op dit grindpadje, daar kun je wel van alles plaatsen. Hier achter de schuur ook. Dus dit grindpadje is om iets te plaatsen. Je wasser en zo, je hoge water pressure, water washer. Hier kun je dus niks meer plaatsen. Dit is allemaal fixed. Dat is heel jammer, maar het is zo. Deurtje open. Buitenaanzicht. En als het goed is, staat precies. Goed. Laat zakken. Oh ja, als je hem laat zakken, dan zakt hij wel in de grond, maar ja. Het is zo. Goed, deze ploeg die gaat verkocht worden. Nou, die is wel goed. Deze maaier gaat ook verkocht worden. Daar gaan wij gewoon een maaier voor halen. Ik denk dat wij eerst de frontmaaier halen, maar ja. Oef, het is heel licht in het stuur. Heel erg dicht te sturen. De
is. Ik moet wel even een gewichtje erbij halen straks. En ik hoop ook wel goed uit dat wij onze spullen gaan verkopen, want we zitten alweer onder de 200. Ik wil toch zo rond de 200 blijven staan rijden. Dan kun je af en toe, als je het nodig hebt, nog eens wat kopen. Als je onder die 200 komt, dan wordt het aardig knap, hoor. Oh, ik heb ook al op 60 gestaan met het spel, dus wat dat betreft. Oh ja, die kan staan boven. Oh, dat ga ik anders op. Oeh, kijk eens. Daar ben ik gewoon heel stukjes vergeten. Nou, maar goed dat we deze kant weer op gingen. Oh, daar heb ik weer. GPS werkt niet. Nou, ik denk dat we nu, ik weet niet hoe lang, ik heb geen tijd. Dit is een nadeel van Streamlabs OBS. Bij OBS kun je zien hoe lang je al bezig bent. Ja, Streamlabs dus niet. Streamlabs heeft geen tijdsklokje eronder in staan. Hoe lang je al bezig bent. Vind ik dat heel erg. Nee. Vind ik niet zo heel erg. En zoals je ziet, we hebben geen streepjes. Dus ja, hij zit ergens mee in de knoei. Maar goed, zo heel veel met GPS ga ik toch niet werken. Ik ga dit veldje even doen. Als we straks een tweede veld hebben, gooi ik daar Courseplay op. En dat vind ik wel net zo fijn werken met werknemers. Goed, die vergeet ook wel eens wat. Dus wat dat betreft kun je beter een hulp in huis hebben. Dus, de hulp erin. Uit te zitten. Nou ja. Oeh, nou loopt het aardig snel. Waarom loopt het nou zo snel? Die geld loopt aardig snel. Oh, wacht eens even. Niks kopen. Niks kopen. Kijk, nou loopt hij niet zo snel meer. ik ga dus even op zoek naar waar ik alles kan kopen. Mest. Het zal vast wel ergens een mestverkooppunt zijn. Dealer, bakery, compost, manure. Ik weet niet, we zien het. We slaan hem op. En wij danken jullie weer voor het kijken. Tot de volgende keer. Hey, mooi.